Ja, je houdt hem makkelijk. Wie heeft de meeste scharren gereden dit weekend? An accident is an overwhelming situation that can happen anytime, any place. A friend of ours had a little incident, but that wasn't his fault, so we're waiting on him now to come back so we can fix the car and then we'll get back on track. Hoe laat is het? Thomas, wat is dat? Het is een gat. Stukjes carbon, dat zijn stukjes carbon. Oh! Huh? Oh, dat lijkt wel een beetje op roest. Oh, verdorie. Heb jij al hier net gestaan? Zo. Ik denk dat net de lak af is gekomen en ze gaan roesten. Ja, dat gaat heel snel, hè? Ja. Wat is dat? Wat is... De beschermde roest heeft geen slag. Dat is ook losgekomen tijdens de crash. Two hours later. So as you can see by the footage, we got Jesse's car fixed. 1 week later, we came back for another trip and Mike had the wonderful idea of installing his side skirts at the ring without any hardware, without any tools, without any plan. And what you're gonna see next is us, as usual, starting out at Need for Ring. Het is wel leuk, in dit shot zie je goed de zijskerm. Hij was echt niet zo. Wat is dat daaronder? Is dat allemaal olie? Nee, dat valt mee. Hij wil is het... allemaal... De... Zie je? Ja, maar goed, op 300 kilometer rijden. Hoe doe je dat dan tijdens het rijden? Ik heb al een paar keer voor de botlek tunnel gestaan dat de file stond, dus als ik uitgestapt op de hand en op de kop. Maar weet je niet hoe je een kabel moet verlengen? Weet je niet hoe je olie moet bijbrengen? Dat zou je wel weten. Ik wel, ik heel goed. Ja, dat weet ik. Had ik niet zo. Zullen we even black. Het zal een beetje heel erg stinken waarschijnlijk. POV, je bent chill met je vrienden. Voor mij heeft het dus top einde aan de onderkant langer dan de bovenkant. Ja. We hebben die motorsteun omgedraaid. En toen ging het wel. Het slaat gewoon verkeerd op. Ja, we hebben de motorsteun omgedraaid. Ja, ik heb de motorsteun. Ik mocht niet liggen, want hij zegt je hebt een mooi shirt aan. Wat is dat nou voor een rij? Dus ik maar met die koevoet een beetje tikken. Ja. Ik ook. Want die motor was niet terug op de plek. After we've had lunch, it was time to head to the hardware store and get the hardware to insult Mike his side skirt. Hello. Hello. I had to self toppers. What? Self toppers. Copies? Yeah. Yeah. Oh, here. Thank you. Yeah, maar die zijn misschien iets te groot. Nee, nog wel. Dat moet je zien. Kringetjes. Ja, het is allemaal echt precies net handig. Ja. Maar heb je niet gewoon nog een? Hoe gaan we het nou oplossen? Je moet dat, daar is de scherp op het punt. Ja. Hoe gaat Mike het oplossen? Ik wil het zeggen. Het is vergeten trouwens, wat ik net zei wat we eigenlijk moest halen. Seconden weinig. Hoezo?
Voor wat? Voor wat? Voor die teringrubber. Top, top, top. 14 en 13? Ja, hoezo is... twee verschillende? Ja, is anti-diefstal. Hmm. Je mist daar ook wat, hè? Ja, dat is een quick release. Hmm. Die al losgehaald, Mike. Ga even aan de kant. Die al losgehaald. Great success! Wat zijn we hier aan het doen in Duitsland? Wat ben je aan het doen? Ja, aan het opmeten, jongen. Aan het opmeten? Ja. Kijk hoe scheef dat deze skurt is. Onze aaptechnische mannen. Uitleggen. Wat is er hier nou om veel bruit te doen? Doe het even voor. Ja, doe het even voor. Kijk, hij ziet het plak. Ja, het vond ik zelf. Maar ik ga het sowieso loslaten. Nee, dat is heel goed tape. Nee, dat gaat sowieso loslaten. Maar als ze nou... Nee, dat is ook een top idee. Ik kan zeggen, als je dit al vastmaakt, klik, ja, met de rubber tussen. Nee, maar dat, dit zit er dan al tussen. Dit maak je eerst vast, dan rubber. Dan doe je die hier tegenaan. Hoe ga je die vastmaken, zeg? En ik veel, maat, dat is jouw probleem. Ja, het is jouw ik zorg gewoon dat die ertussen zit. Ja, dat is dus het hele eieren. Het is mijn auto. Waarom hebben we geen lijn meegenomen? Deze jongen die neemt die skurs mee, maar die heeft geen skurs op te maken. Jij moet er aan denken, ik niet. Ik ga geen skurs erop maken. Ik had het lekker thuis gelaten. After we've successfully installed Mike's side skirt, it was time to check in at the hotel and finally get ready for some proper laps. Staan ze hoor. Ja, dat weet ik. Hij is zeker kalm op dit vlak. Ik heb de dak nog. Voor 4 man. Ja, je haalt het makkelijk. Je haalt het makkelijk, zegt hij. Hij ligt op de grond. Ja, ik ben blij. Hij gelooft me gewoon weer ook. A few moments later. Ja, want je ziet toch dat er heel veel grond is, hè? Misschien moet je het even proeven, dan weet je het zeker. Ja, het is 100% super. Proef eens. Ja. The next day. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Het is een elektrische zees. Dat is allemaal jammer. Waar wacht je? Op Jesse. Good morning. Nou, Jesse, explain. What we're gonna do. It's 8 o'clock in the morning. We just gotta go to Thomas's garage for some preventative. It's not preventative. It already happened. Well, I might have broken a steering pump yesterday. Yeah. We're gonna check to make sure and hopefully hit some laps afterwards. Let's open the car. Let's go. Je jappert ook zo'n ding trouwens. Wel chill dat je zo'n afvoer hieronder hebt, toch? So tell us, Jesse. That's sweat from all horsepower. To be honest, it was leaking a little bit. And I was hoping it wouldn't get worse. Here we are. Fix it or you can ignore it. I tried ignoring it, but... That's why you only did one lap. Laps in, I don't know, an hour. We still need to
fix Jesse's pump, but Thomas didn't open the door yet. Waiting on Thomas as usual. Dankjewel. Yes, want hij moest voor 1 uur met de hey jongen! Jesse! Jesse! Niks! Ja, we hebben schoon spuiten, dan weet je zeker dat deze ook niet lekt. Ja, we hebben geen optie. Dus maar één pomp. Dus de oude. Jij mag de A1 kennen. So, as you can see, the car is back in its natural habitat. We're trying to fix a broken steering pump. There's some leaks. We as a group. Thomas happened to have blessed us with a spare pump without any form of warranty. Surely this will be absolutely fine. Yeah, we'll replace it with this one, and once this one starts leaking, we'll just go home. Het lijkt precies hetzelfde plek als die andere bom. Dit is ook klaar. Thomas! Wat is kapot? Kom eens kijken. Voilà. We've just installed a new pump with a lifetime guarantee by Thomas. And as you can see, we still have some small issues. As in, it's completely broken. It lasts 15 seconds. Yeah, it lasted about 15 seconds before this came out again. So, basically, yep. Heb je er eentje liggen? Waarschijnlijk wel. Maar is hij er al? Ja. So this is pump number 3. Yeah, pump number 3. It should be good now. I will see if we manage to make more than one lap today. Wat was dat laatste? Een verdoekje of zo. Godverdomme, boven op de kist. Adam. Hoenda is echt laag opgeleid, hè, dat ze met jou wat wil doen. Ik hoop echt dat er nog olie in zit, hoor. Waarom doen ze het al dicht? Dat weet ik niet. Doe eens even opnieuw. Hey. Wie ben ik? Parking is hard. Wie heeft de meeste schade gereden dit weekend? Oh nee, Tjeu. Tjeu die is in ik heel stil. Vertel Tjeu. Tjeu, niks. Een drukwekkend spannend verhaal over een chase met twee auto's. Fenomeen. Parkeerstress. Dat had ik.